Ik sta hier nu bij de monding van het Swin. Dit was ooit een druk bevaarde route. Een van de schepen met allerlei culinaire specerijen is wellicht naar jullie onderweg in Damme. Op het eerste oog zie je daar nu natuurlijk niks meer van. Maar toen ik zojuist door de virtual reality kijker hier bij Sluis keek, waande ik me toch echt even in de middeleeuwen. Wij delen een geschiedenis samen. Dat heeft dit project inmiddels wel duidelijk gemaakt. Vele mensen hebben zich middels de virtual reality technologie al in de middeleeuwen van deze mooie Zwinstreek kunnen wanen. Allereerst via de expositie vorig jaar en nu nog steeds middels de speciaal ontwikkelde fietsroute voor dit mooie project. De expositie bij het Swin Natuurpark en de virtual reality kijkers waren een schot in de roos, zoals de media het eerder al benoemde. Als wethouder van de gemeente Sluis en nieuwe portefeuillehouder toerisme ben ik nauw betrokken bij de investeringen en projecten die onze grenzen laten vervagen. Elkaar helpen en samenwerken is van economisch belang. Maar niet alleen dat. Om het mooie van twee landen in elkaar te verbinden in één streek en te zien wat het kan doen als je de handen ineens slaat vanuit passie. Dat juichen we alleen maar toe. Deze thematische verdieping van het project Verdwenen Zwinhavens, die vanaf vandaag gelanceerd wordt, verdient wat ons betreft bijzondere aandacht. Bijzondere aandacht in een Bourgondische regio als deze. Met de middeleeuwen op je bord geven we opnieuw een impuls aan het project. En brengen we het culinaire verleden van de middeleeuwen weer naar het hier en nu. Een speciaal woord van dank aan iedereen die hieraan mee heeft gewerkt. De partners vanuit de Zwinstreek, die ik graag binnenkort in persoon ontmoet. En al die geweldige lokale ondernemers die vanuit hun passie deelnemen aan het project en met hun ideeën en creaties iets culinairs presenteren. Hierdoor kunnen we naast het zien en beleven nu ook proeven van het rijke verleden van deze grenzeloze streek. Ik wens jullie een fijne dag en natuurlijk een succesvervolg toe. Laat het jullie smaken. Tot ziens. Ja, goeiedag allemaal. Wat fijn dat het mogelijk is om via deze videoboodschap toch in jullie midden te zijn. En jullie gaan het natuurlijk vandaag helemaal hebben over de samenwerking over de grens. Samenwerking over de grens die wij juist zo belangrijk vinden. En waarom vinden we dat belangrijk? Omdat dat leidt tot verbinding, maar ook natuurlijk tot een betere profilering van onze schitterende regio die zoveel te bieden heeft. Na het succesvolle project De Verdwenen Zwinhavens, met ook een mooie fietsroute daaraan gekoppeld, gaan we nu verder met het mooie project De Middeleeuwen op je bord. En wat goed dat zoveel ondernemers hun schouders daaronder hebben gezet en hier ook hun medewerking aan hebben verleend. Daar zijn we erg blij mee en trots op. Ik wens jullie nog een hele fijne en goede en plezierige middag toe en graag tot snel.